En dan nu de uitleg van het verliefde touwtje. Een truc waarmee je ieders hart kan doen smelten. Tja, hij heeft niet voor de verliefde touwtjes gekozen, dus die ga ik nu voor jullie uitleggen. Er zit wat voorbereiding aan. Je neemt een stukje sisal en ongeveer 50 centimeter daarvan knip je eraf. Je zoekt het midden, dat zit hier. En nu ga ik de touwtjes splitsen. En door dat splitsen gaat het lijken alsof ik twee touwtjes heb. Als ik tegen de draad indraai, komen de touwtjes los van elkaar. Ik trek eraan, het is een beetje gefrunnik. Maar kijk, dan kan ik ze zo opdraaien dat het er precies uitziet alsof ik twee touwtjes heb. Moet je goed opletten dat je deze puntjes goed dichtvouwt. Want kijk, nu zie je duidelijk dat dit niet afgeknipt is. Maar als je het heel goed strak aandraait, kijk, dan lijken het net twee touwtjes. En dan ben je klaar om de truc te doen. Je begint met een stukje sisal. Je knipt het op ongeveer 50 centimeter af. Je zoekt het midden. Dat knip je ook door. En dan zeg je, dames en heren, ik ga een truc doen met twee touwtjes. Je moet natuurlijk niet vertellen van verliefde touwtjes, want zo vertel ik hem. Dus je moet er zelf een leuk verhaal bij verzinnen. Je pakt die touwtjes zo vast en nu lijkt het precies op dat voorbereide touwtje. Daar gaat hij. Nu moet je dat verwisselen, stiekem natuurlijk, zonder dat iedereen het ziet. En je bent klaar. Je neemt de hand van de toeschouwer, legt het touwtje in de hand. En het enige wat je dan hoeft te doen is trekken. Want als je trekt, dan trek je de uiteindjes weer naar elkaar toe. Floep, zit hij weer aan elkaar. En je laat zien dat hij hartstikke vast zit. De truc van de verliefde touwtjes.